We hebben geen enkele internetverbinding aan boord. En af en toe vraagt iemand zich iets af. En er zit niks anders op dan alles op te lijsten wat we gaan opzoeken als we in St. Lucia zijn. Voorlopig staat erop, hoe heet de tegenstander van Rocky Balboa? Iemand denkt Igor of Ivan of zo. De waarde van een dubbele worp in backgammon, het spelletje dat Gert en Annelien spelen. Wat is er gebeurd met Jordi? Duur, 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 duur
die doet van Piet Piraat en lijkt hij op Jonas? Dat zijn de belangrijkste vragen die hier de voorbije vier met dagen... Met je buff aan, hè? Met mijn buff aan, ja. Voilà. Millennials, zo was ons leven vroeger, hè. Moesten wij naar de Big voor dat soort shit op te zoeken. Ja, wacht. Die ga ik kennen. Komt-ie? Nee, maar je zit zeer, zeer warm. Wacht, hè. Smurfen! Ja! Ja, kom, we zijn dat kom allemaal. Wat een leuk spel. En deze is drie keer per dag dat we dat doen. Ja.